Bij de Graafschap staat de Sloveense aanvaller David Flakus Bozilje voor het eerst in de basis. En Flakus Bozilje scoorde al in de wedstrijd tegen Jong Ajax. De Graafschap dat goed begint aan dit duel. Dit is een hensbal van Ketting en de bal gaat op de stip. Alexander Buettner, hij achter de bal, maar gepakt door Jan de Boer. Hij speelt met een masker, Buettner, omdat hij vorige week zijn neus brak in de wedstrijd tegen Emmen. Weer een mogelijkheid voor de Graafschap dat echt wel sterker is in de eerste 20 minuten. Opnieuw een redding van Jan de Boer, nu op de kopbal van Rio Hille. Dan VVV en een doelpunt van spits Michalis Kozidis. En hij scoort op aangeven van die debutant uit Denemarken, Magnus Kastrup. 1-0 voor VVV. Tweede helft dan. En opnieuw is daar die spits, Kozidis, net voor de lijn gepakt. Waarschijnlijk door Mees Bakker. En geen 2-0. Dan dit moment. Uitgehaald door Simon Colijn. De scheidsrechter Alex Bos staat er bovenop. Directe rode kaart voor de Canadees die overkwam van Jong PSV. De Graafschap moet verder met 10 man. En dan wordt het heel erg lastig in de koel. Magnus Kastrup, huurling van Lungbu. En de redding van Mees Bakker. Het is wachten op de tweede treffer voor VVV. Kans op kans krijgt de ploeg van Kruis. Hier gaat Alouche naar de grond. Strafschop, zegt scheidsrechter Alex Bos. En na veel protesteren ook geel voor Fortes die de overtreding maakt. 2-0 wordt het. Weer een doelpunt voor Kozidis. 9 minuten voor tijd is dat de beslissing. VVV wint weer, nu van de Graafschap.